Suriname gereed voor opvang ebola-patiënten. Bond en directie STVS tekenen CAO. En veel tegenstand tegen besluit zelfbeschikking separatisten Oost-Oekraïne. Goedenavond, het STVS-journaal op woensdag 17 september. Suriname is voorbereid op de opvang van verdachte ebola-gevallen. De mobiele quarantaine-unit om deze gevallen af te handelen is gereed. Stephen Vrede, lid van de National Preparedness Ebola-commissie, heeft dat vandaag bevestigd. Personen afkomstig uit de risicogebieden die voldoen aan de reisgeschiedenis van het protocol voor behandeling en opvang van ebola-patiënten, zullen direct worden afgezonderd. Vreden geeft aan dat ziekeninstellingen in Suriname niet toegerust zijn om ebola-patiënten op te vangen en te behandelen. Daarom zal de quarantaine-unit ver van de ziekenhuizen worden opgezet. De plek waar de ebola-gevallen opgenomen zullen worden, is nog geheim. Daarvoor hebben wij al mogelijkheden. In ieder geval zijn die mogelijkheden buiten de ziekenhuizen, omdat we weten dat de zorg in de ziekenhuizen verstoord zou worden als je daar een patiënt met mogelijke ebola zou opnemen. Als ik of iemand nu staat bij de luchthaven met ebola, zijn we klaar om die op te vangen? Ja, want ik heb een mobiel in mijn zak. Er is een quarantainefaciliteit. Veel meer wil ik daar nu niet over zeggen, omdat dat is het prerogatief van het ministerie van Volksgezondheid om daar met informatie over naar buiten te komen. Ik weet het wel en ik weet dat we prepared zijn. En ik weet ook niet of het zinvol is om daar nu allerlei informatie over te geven. Het belangrijkste is dat Suriname nu in staat is om, als er een geval is binnenkomt van ebola, om daar op een adequate manier mee om te gaan. Vreden meldt verder dat de quarantaineplek in samenspraak met de internationale organisaties is opgezet. Ook zijn de artsen die zullen worden ingezet bij de mobiele unit bekend. Waardoor je weet van hoe gaan we met waste disposal om. Hoe moet je zo iemand isoleren? Welke professionals zullen betrokken zijn bij deze persoon? Zijn deze mensen in staat om deze patiënten te behandelen zonder een gevaar voor zichzelf te vormen? Die zaken hebben wij in place. Maar je moet ook weer, om niet al te veel ongerustheid te zaaien, is het belangrijk om te zeggen van jongens, wij weten wat we moeten doen wanneer een ebola-geval komt. En rest assured dat dat ook zo is. Dagelijks raken mensen in West-Afrika besmet met het ebola-virus. Voor zover bekend zijn er geen gevallen van ebola in Suriname. Directie en bond van personeel bij de Surinaamse Televisiestichting hebben vandaag hun handtekening geplaatst onder de collectieve arbeidsovereenkomst voor het dienstjaar 2014. Dit betekent dat het personeel in dienst bij de STVS een salarisverhoging krijgt van 6,5%. Na maanden van onderhandelen tussen bond en directie over een aantal aspecten binnen de organisatie is er eindelijk consensus bereikt. En heeft vandaag de ondertekening van het CAO plaatsgevonden. Bondsvoorzitter Merwin Leeflang blikt tevreden terug op de onderhandelingen. Wij hebben vroeg in het jaar onze CAO-pakket ingediend. Maar rekening houdende met een reeks van activiteiten die gaande zijn in het bedrijf, is er gevraagd dat we na een van onze grote activiteiten, met name de wereldkampioen voetbal, in Brazilië verder te gaan met onze onderhandelingen. Wij hebben ons goed voorbereid als bestuur. Wij hebben zaken goed uitgewerkt. U weet dat deze dagen ook speelt de kwestie energie in het land. We hebben ook daarmee rekening gehouden. Want vanwege de tariefaanpassingen die plaats zullen vinden, nemen we ook aan dat de prijzen een verandering zullen vertonen. Dus op grond van al dit soort factoren hebben wij dan dus ons huiswerk gemaakt als bestuur, bondsbestuur. En we zijn geweest naar de onderhandelingen. De gesprekken hebben we gevoerd in ontspannen sfeer. Er was geen kwestie van mes op de keel of noem maar op. Vanuit de zijde van de directie van STVS was er begrip.
Er is zelfs aangegeven van dat de vakbond een bijzondere rol in deze speelt vanwege de houding die de vakbond steeds heeft gehad ten opzichte van de directie. En ik mag u zeggen dat wij het traject op die manier verder hebben afgewandeld. Ik weet dat er vaak cao-onderhandelingen zijn en dat het heel moeilijk gaat. De bond en de directie elkaar niet kunnen vinden. Maar weet je, ik heb een werkwijze waarbij ik met de vakbond heel vaak praat. Omdat je hebt de visie, je hebt de strategie waar je naartoe wil gaan. En ik ben me ervan bewust dat je dat niet kunt doen zonder de vertegenwoordiging van het personeel. Dus ik nodig de vakbond heel vaak uit om met mij te komen zitten nadenken hoe we dit bedrijf, het oudste mediabedrijf in Suriname, we zijn straks 50 jaar, hoe we dat kunnen brengen tot in deze tijd, nieuwe tijdperk van denken, hoe we daar kunnen komen. Leeflang zegt dat de bond daarop zal toezien dat de belangen van zowel de werknemers als het bedrijf niet in gevaar komen. Shirley Lakin, waarnemend directeur van de STVS, is over het algemeen tevreden over het functioneren van haar werknemers. Ze geeft echter aan dat het altijd beter kan. Ik moet toch wel zeggen dat ik tevreden ben. Men zegt je bent niet altijd helemaal tevreden, maar ik mag wel tevreden zijn wat het personeel aan het presteren is. Altijd veel beter. Ik weet dat we in een vrij moeilijk proces zitten, een moeilijke periode met allerlei pilots. Maar we willen komen tot een nieuw bedrijf. Something like reborn. Je wil komen met een sterke STVS, een nieuwe STVS. En dan heb je momenten van verandering en iedereen is het altijd mee eens. Soms lukt het, soms niet. Maar we gaan ervoor. We willen ergens naartoe en daar wil ik echt terechtkomen met de organisatie. En dan heb je inderdaad mensen die echt wel meegaan en daarin. Je hebt anderen die nog een beetje moeten inkomen. Maar feit is, de mensen proberen hoe moeilijk dan ook, met weinig middelen, moeilijk middelen, een vrij verpauperd gebouw waarin je moet werken, proberen mensen toch nog iedere dag hun werk te doen. De 6,5% verhoging is alleen voor hen die in vaste dienst zijn, maar voor de parttimers en contractors komt er ook een verhoging. De cao-onderhandeling bij de STVS vindt elk jaar plaats. De Caribbean Broadcasting Union, CBU, mag invulling geven aan de functie van secretaris-generaal van de International Steering Committee of the Global Alliance on Media and Gender. De voorzitter van de CBU, Shida Boulay, heeft vandaag aangekondigd dat de organisatie wederom een leidende rol wil vervullen in gendergelijkheid in de media. De Alliantie is een groep van partners die bereid is zich in te zetten om een systematische follow-up van de verklaring van Beijing te vergemakkelijken. Ook zal ze een platform voor actie Women on the Media Diagnosis instellen met als strategische doelstellingen het verhogen van de participatie en de toegang van vrouwen tot besluitvorming in en door de media. Het werk van de CBU kreeg onlangs een impuls van de lancering van de follow-up fase van een door de UNESCO gefinancierd project over gender sensitive indicators in de media. De tweede fase van het UNESCO-project werd officieel de vorige maand gelanceerd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de CBU. Onder het UNESCO-project zullen de mediahuizen uit alle 22 lidstaten van de CBU de mogelijkheid geboden worden om te worden begeleid bij al hun activiteiten die gendergelijkheid actief ondersteunen. De nationale schoonmaakactie van het directoraat Openbaar Groen stond vandaag wederom in het teken van de Surinaamse geschiedenis. De standbeelden van Wijlen Jagannath Lachman en Johan Adolf Pengel op het Onafhankelijkheidsplein kregen een flinke poetsbeurt. Politicoloog Hans Breeveld vertelde de jongeren over het leven van deze nationale helden. Dat is een belangrijk gebeuren van Lachman en Pengel. Zij hebben gezorgd en gestimuleerd dat jongens uit alle groepen gingen studeren. De groepen luisterden aandachtig naar de geschiedenis van Pengel en Lachman.
Deze manier van informatieoverdracht is heel uniek, zegt Breveld. Dus zeker heb ik het gezien aan het luisteren, het aandachtig luisteren, maar daarna ook aan de vragen die gesteld zijn. Dus deze twee mensen zijn duidelijk vertegenwoordigers van groepen geweest. De politicoloog haalde bijzondere momenten uit de Surinaamse geschiedenis aan, waarbij Pengel en Latchman destijds een belangrijke rol vervulden. Het was vooral deze heren erop gestaan hebben dat we meer emancipatie kregen, waarbij alle bevolkingsgroepen optimaal tot hun recht kwamen. Voor de jongeren is dit een hele andere ervaring dan de geschiedenislessen die zij in de klas volgen. Ik heb wel niet kunnen onthouden wat die meneer allemaal zei, want ik heb het opgeslagen in mijn telefoon, zodat ik een verslag voor mezelf kan maken. Ik vond het heel leuk, want je hebt meer van deze twee leren kennen. Je gaat ook duidelijk wassen, schoonmaken, plantjes zetten. Ja, ik vond het leuk. En je hebt ook meer van hem leren kennen, van deze twee. Wat is het meest belangrijke dat je hebt meegekregen? Verbroedingspolitiek. Hoezo verbroedingspolitiek? Die twee hebben het aangebracht in Suriname. Onder begeleiding van monumentenkenners werd de schoonmaakactie vandaag wederom een succes. Nieuwe sierpalmen werden rondom de beelden geplant, gaten werden opgevuld en de beelden kregen opnieuw een hoogglans verflaag. De activiteit trok ook de aandacht van passerende toeristen. En de Surinaamse gidsen maakten meteen van de gelegenheid gebruik om de standbeelden te belichten. De nationale schoonmaakactie wordt op 19 september afgesloten. Behalve de vergoeding van 350 SRD hebben de jongeren belangrijke informatie uit de geschiedenis van Suriname meegekregen. Dit dankzij het educatieve karakter van de schoonmaakcampagne dit jaar. Of alles duidelijk voor die jongens en meisjes nu? Geweldig. Dit was het STVS Journaal. Goedenavond.